Een van de eerste dingen dat ik meestal graag wil zien, is een doorloop. Waar gaat de camera komen? Zodat ik kan weten waar kan ik mijn licht verstoppen, waar gaan de acteurs staan. We zijn er allemaal om elkaar te helpen. Dus je moet ook de kans geven om andere mensen om dat te doen en vooruit te denken. Welkom bij Naklap, een podcast van Breedbeeld waarin we in gesprek gaan met boeiende personen uit de filmsector. Nodig in deze reeks zowel regisseurs, cinematografen, scenaristen als monteurs uit om het te hebben over hun inspiratiebronnen, hun werk en hun liefde voor film. Deze aflevering focust op cinematografie. We gaan in gesprek met cinematograaf Victor Maas over zijn werk, zijn invloeden en zijn evolutie van het prille begin tot nu. Ik doe dat niet alleen, maar deze aflevering word ik vergezeld door mijn co-host Mats Pilisser. Hallo, welkom Mats. Hallo. En welkom Victor. Dankjewel. Victor, we gaan deze aflevering hebben over jouw werk als cinematograaf. Om het gesprek een kleine kickstart te geven, willen we graag enkele dilemma's voorleggen. Je moet gewoon kiezen tussen de twee opties die je krijgt. En we kunnen dan wel later wel ingaan waarom je het een of het ander kiest of waarom het een keuze onmogelijk is. Digitaal filmen of analoog? Ik denk dat ik sowieso voor digitaal ga kiezen, ja. Je krijgt de optie, je krijgt één prime lens, één vaste focus, of een zoom lens om een film te draaien. Welke kies je? Eén prime lens, ja. Experimenteel of fictie? Fictie, denk ik, ja. Oké, de laatste, kunstlicht of natuurlijk licht? Natuurlijk licht, denk ik dan, ja. Alright. Maar laten we beginnen bij het begin. En we komen later wel op deze keuzes terug. En dat is jouw parcours dat je tot nu toe hebt gelopen van beginnend filmmaker tot cinematograaf. Je hebt gestudeerd op Sint-Lucas. Hoe heb je deze studies ervaren? En kan je ons iets vertellen over jouw eindwerk daar? Want je bent van origine regisseur. Klopt? Ja, dat klopt. Dus inderdaad, ik heb aan het Sint-Lucas filmmaken gestudeerd. Het Sint-Lucas was zeker destijds een beetje een brede opleiding, waar daar heel veel verschillende facetten een beetje van filmmaken aan bod kwamen. Dat was niet mijn eerste poging om film te studeren. Ik heb daarvoor nog een andere filmschool geprobeerd, maar dat was niet echt een succes. Maar ik heb eigenlijk vooral begonnen, toen ik nog in het middelbaar zat eigenlijk, met opzet wat mee te draaien, veel nieuws ook gedaan. En een jaartje te werken, voordat ik dan afhankelijk opnieuw aan het Sint-Lucas ging studeren. Die studie, ik heb daar wel van genoten, omdat dat eigenlijk ook heel vrij is en er was heel veel ruimte voor experimenteren en dat vind ik, dat past wel bij mij. Ik heb ook denk ik wel heel veel brede interesses, zowel op technisch vlak, maar ook op het soort film dat ik aan meewerk. En dat werkte dan wel voor mij. En ook, ik heb heel veel geluk gehad met een groep mensen die op dat moment daar studeerden, waar ik wel een klik mee vond uiteindelijk. En dat is denk ik ook wel een van de belangrijkste dingen een beetje als je een filmopleiding doet. Want het, ja, naar mijn gevoel, de opleidingen zelf die in film in de wereld zijn niet altijd de beste, denk ik, die er altijd bestaan. Er zijn altijd wel een beetje een paar mankementen mee. Maar als je dan een goede groep rond je hebt die ook heel gedreven zijn om leuke dingen te maken en dingen te proberen, dan is dat wel een heel goede leerschool. Dus ik heb er wel met veel plezier soms op terug, ondanks dat er soms ook wel moeilijkere momenten daar waren, absoluut. Ja. En zijn dat mensen waar je nu nog mee samenwerkt dan, die je daar hebt leren kennen? Nee, eigenlijk niet. Jammer genoeg, ik weet niet of varieert sowieso tussen de filmscholen. Het is sowieso niet heel makkelijk om te beginnen in de filmsector, of in de kunsten in het algemeen. Dus ik denk dat ik een van de weinigen ben, of misschien zelfs de enige die nog een beetje overblijft. Maar ik kan het niet 100% zekerheid zeggen. Ik heb niet heel veel contact met iedereen nog. Maar van de mensen dat ik het weet, ben ik toch een van de weinigen die nog actief werkt in de sector. En daar ook van leeft. Ja. Hoe heb jij jouw weg gevonden in die sector? Dat is een lange weg. Ik denk, ik heb er wel met meerdere mensen over gesproken en er wordt soms wel gezegd van het kan soms wel echt 10 jaar duren voordat je echt op je plek een beetje bent. Na afstuderen kom je direct in een soort zwart gatrap terecht als je niet al een beetje de connecties hebt via stages of dat soort dingen.
En geld wordt dan ook heel erg belangrijk. Ik had dan een beetje een job gevonden via het filmen van sportwedstrijden. Ik heb daar een aantal dingen in gedaan, kleine evenementen. En ik probeerde daar een beetje mee rond te komen eigenlijk. Was niet altijd heel veel makkelijk. Was ook niet het werk dat ik heel graag deed. Ik heb er ook echt wel slechte herinneringen aan op sommige vlakken. En op een bepaald moment, ik werd dan wel gevraagd voor bijvoorbeeld ook kortfilms, dat ik dan wel heel, heel tof vond om aan mee te werken, want dat was echt wel de richting dat ik uit wilde, zo fictiefilm of documentaire. En op een bepaald moment heb ik mijn stoute schoenen aangetrokken en heb ik, denk ik, 2 of 3 mails gestuurd naar een paar cinematografen, 2 in België, 1 in het buitenland, om te zeggen, kijk, ik ben eigenlijk heel nieuwsgierig om meer bij te leren. Ik zoek eigenlijk een soort mentor. Hebben jullie iets waar ik mee kan helpen? Ik hoef er zelfs niet voor betaald te worden, maakt niet uit. Ik heb eigenlijk gewoon heel veel zin om van jullie te leren, omdat ook gewoon hun werk vond ik inspirerend. Een van die mensen was dan Frank van den Ede. En dat was net voor de shoot van Girl. En hij had me eigenlijk teruggestuurd, dat is denk ik een van de enigen, en gezegd van, weten, binnenkort heb ik een film in België en daar kan ik misschien wel een plaatsje voor u regelen. Girl. Dat bleek dan uiteindelijk over Girl te gaan, van Lucas Dont. Mm. En daar heb ik dan opgesprongen, ondanks dat het daar heel moeilijk was om dat geregeld te krijgen. En het is vanaf dan dat ik echt ook een enorme leerschool daar heb gevonden, in het team van Frank. Zowel van hem, maar ook van zijn focuspoeler, Bart Leuzé, dat ik op technisch vlak en creatief vlak heel veel heb kunnen leren. Ook omdat het is als cameraassistent heel interessant om in die functie te zitten, omdat je echt op set bent. En je ziet hoe dat mensen samenwerken naar een soort gemeenschappelijk doel en een visie delen. En het is heel mooi om te zien met de acteurs, de cinematograaf en de regisseur, hoe dat sommige scènes tot stand komen in dat groeiproces op zit. Als je dan binnenkomt in dat team van Frank van den Ede, welke rol krijg je dan? Hoe past je binnen dat geheel? Want dat is een draaiend team waar je in past. Ik denk, op dat moment kwam ik in een redelijk rol terecht die bij mij paste. Mm-hmm. Ik denk dat ik een grote technische achtergrond heb. Dus ik kwam daar binnen als data wrangler en video assist. En wat houdt dat in juist? Je hebt een verantwoordelijkheid over het zorgen dat, dat er beeld is bij alle monitors die er zijn. Dat die ook gelijk liggen van beeld, dus dat iedereen over hetzelfde spreekt wanneer ze naar het beeld kijken. En dan ook over het verwerken van als er op een digitale camera bijvoorbeeld is gefilmd, dat die beelden ook daadwerkelijk gekopieerd worden, dat dat klopt. En ik heb daar een beetje op dat soort jobs in de eerste paar keer dat ik dat deed, heel veel geleerd. Omdat enerzijds ben je op set, maar je ziet ook exact wat de camera filmt op de monitors. Ja. En ook uiteindelijk wat er op de camera gefilmd is geweest op de computer. Dus mijn job was dan ook een beetje alles een beetje in de gaten houden. Zijn er dingen om op te merken? En dan zijn er wel momenten geweest, tijdens een aantal van die films of zo, dat ik iets had gezien of gespot. Een shot dat onscherp is, met een drone bijvoorbeeld. En op de monitor zie je dat niet zo goed, maar ik zie dan op de computer, oei, dat shot is niet scherp, dus dat moeten we misschien even opnieuw doen. Of een flikkering in een lamp ergens in een scène dat niet op de monitors opvalt, maar wel op de computer. Dat soort dingen. Ik vond dat en dat is een fijne. Je hebt een beetje verantwoordelijkheid, maar de verantwoordelijkheid is nog redelijk mild, want je hebt mensen rond u, de tweede assistent en de focuspoeler, die u helpen. Dus er is nog wel een soort ruimte om fouten te maken. Buiten natuurlijk met de data zelf, daar is geen ruimte voor. Ja. Het is sindsdien dat je wel is die rol veranderd, want om even erop in te pikken, je hebt Girl meegedraaid, die dan heel voor een breed publiek enorm bekend is geworden, van Lucas Dont, zelfs tot de Oscars, of bijna Oscar-nominatie geworden. Sindsdien ben je vast in dat team van Frank van den Ede terechtgekomen, want je hebt ook aan films meegewerkt als De Patrick van Tim Mielands, de volgende film van Lucas Dont, Close, en recent nog ook Holly van Fien Toch. Ja, je wordt dan overal meegenomen op die verschillende sets, die verschillende achtergronden, verschillende regisseurs, heel verschillende type films.
Kan je daar iets meer over vertellen, hoe dat die ervaring dan sinds die eerste keer dat je dat deed, tot nu veranderd is? Ja, dat is een heel goede vraag. Ik ben redelijk snel nadien, ook een beetje met ook een deel dosis geluk, naar tweede assistenten kunnen doorgroeien. Want in België is er sowieso heel weinig budget, dus als derde assistent was het toen best wel moeilijk om werk te vinden. En dan vanaf De Patrick, denk ik, dat was mijn eerste film als tweede assistent, kom je ineens in een nieuwe functie terecht. Het leuke aan die job is, je zit nog nauwer op zit en de connectie met de regisseur wordt ook veel dichterbij. Dus dan zit je echt op zit, in een hoekje verstopt en je ziet tijdens de takes, na de takes, voor de takes, hoe dat die scène inderdaad gemaakt wordt. En wat is je taak dan juist als tweede assistent? Eigenlijk ervoor zorgen dat de camera op de juiste manier mee geconfigureerd wordt. Dus als de cinematograaf dingen wilt anders zien, andere lenzen, filters, dan is dat uw taak om daarmee te helpen om dat tot stand te brengen. En te zien dat die ten alle tijde kan filmen. Dus dat betekent ook batterijen, dat managen, data managen, dat we geen run-outs hebben. Dus wanneer dat de kaart vol is, dat we ineens moeten stoppen met opnemen in het midden van een take. Dat kan dan allemaal niet voortkomen. Uiteraard is dan nog de klap zelf, de clapperboard, de slate, voor het synchroniseren van de audio en de video nadien. Dat is ook een heel belangrijke job tot vandaag, omdat we niet altijd kunnen vertrouwen op dingen als timecode. En ik weet, zover ik weet, zijn er ook nog heel veel producties die altijd de klap nog altijd gebruiken om te synchroniseren, ook al was er timecode. Die functie laat u toe om op een veel te kunnen stelen met uw ogen, denk ik. Je sprak ook van dat je dichter bij de regisseur komt te staan daardoor. Kan je dat nog eens uitleggen, wat je daarmee precies mee bedoelt? Ik denk, met elke sprong dat je maakt in assistentie, kom je iets beter tot de kern waar de beslissingen gemaakt worden. En in elke functie gaat je nog altijd beslissingen moeten maken. Maar als derde assistent zat het nog altijd een beetje buiten de set. Dus die assistenten konden echt op de set, eigenlijk continu. En dan zie je de samenwerking tussen de cinematograaf, de gaffer, de grip, de regisseur en de acteurs. Dus de leerschool verandert een beetje van eerst van buitenaf kijken naar binnen toe, tot dat echt midden in de scène staan en zien hoe dat daar de dingen veranderen. En dat is een grote leerschool geweest op vlak van hoe dat bijvoorbeeld een cinematograaf werkt met een regisseur en met de acteurs. Hoe bespreken we de mise-en-scène? Hoe bespreken we welke shots dat we gaan doen op dat moment, op de set? En hoe vertakt dat zich naar de andere keuzes die dan nog gemaakt moeten worden, op vlak van licht, op vlak van grip, op vlak van camera. En mee in dat denkproces zitten, mee in die discussies op set, is heel waardevol. Zeker wanneer je de kans hebt om met meerdere regisseurs samen te werken. Ik heb het geluk dat ik veel met Frank op set sta, maar dat hij ook met heel fijne regisseurs samenwerkt. En dat ik kan zien hoe dat Lucas Donten zijn in elkaar steekt. Maar ook Tim Milans of Fien Troch. En hun werkmethodes zijn altijd een beetje anders. En dus daarin komen altijd weer andere soorten lessen of dingen tevoorschijn dat je kunt meenemen in je eigen werk of naar andere functies desnoods. Zijn er zo bepaalde lessen of observaties die je dan gemaakt hebt die je in het bijzonder zijn opgevallen of die dat je wel echt hebt onthouden bij die verschillende regisseurs of bij die verschillende films? Ik heb wel gezien dat het heel fijn is om meer ruimte te laten op set, om daar nog dingen anders te doen. Op vlak van spel, op vlak van shots, op vlak van licht. En dat is natuurlijk altijd een beetje job, zo in real time een beetje optimaliseren voor wat er op dat moment de doelen zijn en de obstakels. En vooral de werkmethode met mensen vind ik daar vaak leerzaam. Hoe dat bepaalde regisseurs regisseren, bijvoorbeeld Tim Milans, hoe dat hij tegen zijn acteur spreekt, wat hij zegt daartegen, kun je dan vaak horen. En je weet dat er een script is en bepaalde emoties dat die acteurs moeten vertegenwoordigen. En de regisseur vindt bepaalde trucjes soms om die acteurs tot daar te krijgen. Of een bepaald conflict tussen twee acteurs te creëren. En dat staat soms helemaal los van de scène, maar dat is dan wel heel fijn dat je al die dingen gewoon mee hebt. Sommige regisseurs doen meer gewoon dingen ontstaan en geven op de juiste momenten een beetje een soort push in een richting dat zij naartoe willen. Maar daar is dan weer heel veel vrijheid voor acteurs om een beetje te ontdekken
En voor een spel dat echt gewoon op een naturele manier kan ontstaan. Even inpikken op uw dilemma daar juist. Je hebt gekozen voor natuurlijk licht. Ik denk dat heel veel cinematografen zo en filmmakers misschien vanuit natuur een gevoel hebben van ik wil graag met natuurlijk licht werken, want dat is mooier en dat is echter. Maar kunt je misschien eens duiden, wat maakt het zo moeilijk om met natuurlijk licht te willen werken? Ik denk, binnen elke, ik wil zeggen kunstvorm, hebben we bepaalde elementen om te gebruiken om ons verhaal te versterken of verhaal te vertellen. Als schrijver heb je je boek, je hebt een aantal pagina's, je hebt een layout van een pagina en dan de combinatie van de woorden, dan moet dat verhaal op zijn sterkste maken. En licht laat ons wel toe om soms binnen scènes, binnen kaders, bepaalde nadrukken te leggen, het oog ook te gidsen naar de informatie die we willen delen. Of ook om gewoon atmosfeer te bouwen en bij de kijker een onbehagelijk gevoel op te wekken of een warm gevoel op te wekken, een nostalgisch gevoel. Maar het werken, ik heb denk ik voor natuurlijk gekozen omdat ik probeer zelf ook wel een methode te vinden om met weinig middelen te werken. Dat vind ik bijvoorbeeld bij Frank heel inspirerend. En daar heb ik veel van hem bijgeleerd. Die kan met heel weinig middelen een heel mooie scène maken, denk ik. Met een paar shots, met heel weinig lichtmateriaal soms. En met decor en met natuurlijke elementen werken dat aanwezig is om daar een bepaald gevoel op te wekken binnen een scène die echt het verhaal versterkt. En ik ben persoonlijk wel fan ook wel van experimentele film en kunstlicht bijvoorbeeld. Dus ik vind het ook wel heel fijn als ik soms gewoon echt theaterlicht bijna kan zetten. En dat doe ik ook wel graag. Dat gebruik ik ook wel in sommige films. Maar de echte kunst zit voor mij echt wel, denk ik, in het werken met weinig middelen en de essentie. Proberen sommige dingen weg te halen en gewoon tot de essentie te komen van een scène. En als dat twee mensen zijn die aan een tafel zitten en gewoon praten met elkaar, en dat is een sterke scène en een sterke dialoog, dan hoeft dat misschien geen grote lichten aan te pas te komen of complexe dollybewegingen. Dat kan één shot zijn soms. In het type films dat je zelf draait als DOP, wanneer je die vraag krijgt, hoe benader je dan zo'n project op basis waarvan zeg je ja of nee tegen een project? Het begint sowieso bij de eerste twee dingen is het script. Ik lees vooral eerst het script of het concept van de film. Als er nog geen script is, zoals bij documentaire, nog geen script is. En dan probeer ik mij eigenlijk die film in te beelden. Meestal heb ik het gevoel als ik een script lees, en dan heb ik het niet over goed of slecht, maar een film waar ik denk dat ik een affiniteit mee heb, komt er automatisch beelden tevoorschijn in mijn hoofd. En als ik geïnspireerd raak in mijn hoofd met het zien van bepaalde beelden, een beeldtaal bij die scènes, dan weet ik van, ik denk dat ik hier een bijdrage kan doen aan dit project. Soms dat ook niet. En dat heeft dan niet per se met de maker te maken, of het script, dat is gewoon iets van affiniteit hebben, denk ik, of zo. Of een stijl misschien. En anderzijds is het ook de maker. Welke projecten heeft de maker misschien hiervoor gemaakt? Welke lessen heeft die persoon eruit gemaakt? Vind ik ook vaak heel belangrijk. En waar wil die maker nu mee experimenteren? Of wat wil die bijleren bij het volgende project? En in die samenwerking gaan we vaak eerst op zoek naar onze gemeenschappelijke taal. Want zacht licht of hard licht, die twee termen betekenen voor sommige mensen iets helemaal anders. En ik heb een collectie beelden, schilderijen of foto's of stills uit films, om gewoon even die taal duidelijk te maken. En we kijken gewoon soms een stil, bekijken wat vinden we mooi aan dat beeld, waarom is dat een mooi beeld. Wanneer we op diezelfde lijn zitten van taal, van hoe spreken we over dat visuele, kunnen we naar de stijl van de film echt gaan kijken van het project. En dan kunnen we onze eigen stijl bij dat project beginnen maken. En dan zoeken we een manier om dat dan weer te vertalen naar de andere mensen toe. En alles kan erbij helpen. Dus ik ben iemand die vaak vraagt, bijvoorbeeld, stuur mij niet enkel het script. Stuur mij ook misschien muziek, geluiden,
dingen die teksten, foto's, die voor u bij dit project horen op een of andere manier. Ja. En wanneer contacteren mensen u bijvoorbeeld? Wat verwachten mensen van u als DOP als ze contact mee opnemen voor een project? Hebben zij films gezien van u? Hebben zij bepaalde dingen in gedachten al van als ik met Victor Maas werk, dan ga ik dit soort dingen krijgen? Of een bepaalde stijl in gedachten? Of? Dat wisselt ook heel erg. Ik vind het persoonlijk wel leuk om op tijd, vroegtijdig, betrokken te zijn. En zodat we veel pre-productie kunnen doen. En sommige mensen hebben andere werk gezien en denken, oh, dat soort stijl of die manier van werken trekt mij wel aan. Die past misschien wel bij de film die ik wil maken. Sommige andere mensen hebben dan misschien gewoon interpersoonlijke dingen gehoord. Ze zeggen, oh, ik vind het leuk hoe dat Victor op zijn manier op set werkt of in pre-productie. En sommige mensen zoeken gewoon iemand die voor hen de beeldtaal toe voor hun film. Die hebben misschien soms ook een heel uitgesproken visie en stijl, maar die zoeken iemand die kan uitvoeren. En ik heb ook al zelfs gehad dat ik gevraagd ben geweest en dan was ik gewoon een van de namen op een lijst bij een agentschap ergens in de UK en dan bellen ze u en jij bent vrij. En zo beginnen ook sommige samenwerkingen, ja. Je komt als DOP aan op een set. Wat zijn de eerste dingen waar je dan met naar kijkt? Van welke dingen die al dan niet juist zitten voor licht bijvoorbeeld? Uiteraard hangt dat ook weer van het project een beetje af. Maar een van de eerste dingen dat ik meestal graag wil zien, is een doorloop. In de voorbereiding wil ik wel graag weten vaak waar gaat de camera komen. Zodat ik dan weet waar kan ik mijn licht verstoppen, waar gaan acteurs staan. Maar alsnog, de eerste keer dat mensen op set komen met acteurs, want we hebben dan een technical recce gedaan met technische departementshoofden, maar mijn acteurs hebben dat vaak nog niet gedaan van tevoren. En voor hen vind ik het ook wel goed om even te zien uit zichzelf, waar gaan zij naartoe? Wat vinden zij natuurlijk? Wat vinden zij geforceerd? En dan kunnen we eventjes ons bestaand plan, wat ik denk wel altijd goed is om te hebben, een idee van wat gaan we doen? Waar gaat het uiteraard over? En dan een stap terug te pakken en even te kijken, oké, werkt dat plan nog altijd? Is dat nog altijd het beste plan? Soms helpt het ook wel eens op set om nog eens gewoon een keer rond te lopen met de camera. En door elk shot te gaan bijvoorbeeld. Met stand-ins of met de acteurs. Dat we bijvoorbeeld kijken, deze scène, we capteren dat in dit shot van hier tot van punt A naar punt B. En dan gaan we naar shot 2 voor punt B van naar C enzovoort. En dan doen we een technische doorloop eigenlijk ook nog eens met camera. Dus die twee vind ik persoonlijk in mijn werkwijze de meest aangename dingen om mee te werken. Want dan heeft ook de gaffer gezien en de grip. Wat komt er in beeld? Kunnen onze lampen daar staan of niet? Wat voor statief moet ik misschien gebruiken? En dan zit iedereen gewoon ook van de art department op dezelfde lijn van waar gaat het nu hier uiteindelijk een beetje over? En alles kan altijd nog veranderen later in dat proces. Maar dan is er een gestructureerde manier om te beginnen. Als je dat niet doet, heb ik het gevoel dat er mogelijkheden zijn om te beginnen met uit te lichten enzovoort. En wanneer we gaan draaien, te merken, oei, we komen hier nog problemen tegen. Eigenlijk werkt in de achtergrond niet, want dat decor is niet klaar of iets anders. Want je geeft mensen niet de kans om vooruit te denken en mee te werken. Dus ja, was doorlopen en technisch doorlopen. In de dingen die je zei over bijvoorbeeld dat sociale, van dat je als een ploeg werkt en dat iedereen aan boord is bij wat je aan het doen bent. Ja. Ook, ja. Inderdaad, dat is ook een manier van gewoon, denk ik, een beetje respect hebben voor de andere departementen. We zijn er allemaal om elkaar te helpen. Dus je moet ook de kans geven om andere mensen om dat te doen en vooruit te denken. Dat is ook de meest aangename manier van werken. Het is niet leuk om, dat gebeurt en dat is oké, maar om plots in één keer te zien dat het shot heel de parking in beeld komt en dat toch alle technische voertuigen verplaatst moeten worden, dat is moeilijk. Dat kan, maar door gewoon iets meer samen te kijken van tevoren, wat gaan we doen, voorkomt je heel veel van die problemen. En dan ga je gewoon meer takes kunnen draaien, meer shots kunnen draaien en je scène fatsoenlijk kunnen afwerken zonder dat we in tijdsnood komen. En je benoemde al eerder ook al, het is belangrijk dat regisseur en cinematograaf op dezelfde lijn blijven zitten, want soms kunnen die meningen beginnen verschuiven. Hoe communiceer jij met regisseurs om ervoor te zorgen dat er geen fricties ontstaan? Dat is een heel goede vraag. Dat is nog een beetje een proces om dat te zoeken. Deels ook omdat
we moeten altijd met andere mensen werken. En bij sommige mensen kunnen bepaalde dingen wel aanbrengen of op een bepaalde manier. En bij anderen moeten daar een beetje een omweg voor zoeken soms. Ik probeer van tevoren altijd wel met regisseurs te bespreken van... Kijk, ik werk meestal zo. Mag ik bijvoorbeeld daar eens tegen dit zeggen soms tegen u of luisteren? Mag ik bijvoorbeeld tegen de acteur spreken? Sommige regisseurs zeggen, nee, ik ben de enige persoon die aanwijzingen geeft. Mag ik zeggen, kun je een beetje meer opendraaien naar de camera toe wanneer je dat zegt of mag je dat niet? Dat zijn dan nog kleine dingen, denk ik. Maar ik probeer wel... Als cinematograaf, je bouwt een shot op, je zet licht, je zet de camera, misschien met stand-ins. Maar tijdens het shot blijf je deels met camera bezig, maar denk ik ook persoonlijk ook met het spel. En moeten we soms elkaar de vraag blijven stellen, werkt het wel? Soms heb ik het gevoel als cinematograaf dat je een andere perspectief hebt dan de regisseur. En dat je daardoor ook kunt zeggen soms, misschien werkt deze scène momenteel niet, omdat we met dit element vastzitten. Dat gaat dan echt over de inhoud van de scène, ja. Of de dynamiek tussen personages bijvoorbeeld. Of dat gevoel komt voor mij misschien net niet genoeg over. Ja. Hebben we die take wel? Heb je echt wel je verhaal? Waar draait het over in dit shot of in deze scène? En is dat duidelijk gecommuniceerd voor de kijker ook? Want dat kan ook nog iets zijn dat voor ons wel duidelijk is, maar dat je zo'n stap terug moet pakken en zeggen... Voor de kijker thuis of in de cinema gaat dat wel werken, wat we hier proberen te doen. En in die communicatie is het heel aangenaam om een goede first AD te hebben. Bij sommige kortfilms kan ik daar heel veel op leunen, bij sommige niet. Om ook een beetje te zeggen, kijk, ik heb hier wat meer tijd nodig. Maar ook om via de first AD eerst een bespreking samen te doen soms van, ik zit met deze vraag. Moeten we dit element niet gewoon schrappen? Moeten we het niet anders doen? En dan heb ik even een tweede mening met iemand die ook heel close staat in dat team van First AD, cinematograaf, regisseur. Dus op dat vlak is die First AD is eigenlijk een soort buffer voor die vragen voordat je naar de regisseur stapt. Ja, soms om een tweede mening even te krijgen. En niet direct een regisseur, regisseuse lastig te vallen met bepaalde twijfels. Want ik ben zelf ook nog voor een klein deel actief als regisseur-scenarist. Ik snap ook wel dat het soms niet leuk is om bepaalde vragen te krijgen. Soms is een regisseur ook wel via een bepaald proces aan het werken om naar een doel toe te werken en kennen wij dat stappenplan nog niet helemaal. Ja. Dus het is soms voorbarig om direct feedback te geven of kritiek. Ik wacht vaak ook wel echt een aantal takes tot ik begin te merken... En dan check ik ten eerste met de First AD, hoeveel tijd hebben we nog? Is het een optie dat ik hier even de discussie openbreek en zeg, kunnen we een stap terugpakken en denken, is dit de beste manier om deze scène te vertellen, of dit shot? En dan kunnen we samen even nadenken wat voor de film de beste keuze is. Want je bent inderdaad gelimiteerd in tijd. Imperfecties zijn ook soms oké. En soms is ook gewoon je mening opzet niet per se de waarheid. Soms denkt je nadien van, het klopt toch. Daarom dat inderdaad die eerste take soms ook wel wat beter zijn, omdat je soms dat natuurlijk wat hebt. En als je het meer in een hoekje probeert te duwen, dat het dan minder goed wordt soms. Ja. Maar die feedback wordt wel doorgaans geapprecieerd door een regisseur. Ja, ik denk het wel. Ik denk wel ook dat ik daarvoor de juiste mensen probeer uit te kiezen een beetje. Ja. En ik denk dat je ook heel... Dat het ook oké is om heel technisch soms gewoon te werken. Hè. Ik doe dan technisch in de brede zin van gewoon bij uw vak te blijven. En... Maar als ik persoonlijk mijn gevoel volg, dan moet ik de grote visie zien. Ik moet niet enkel bij beelden blijven. Ik moet weten, geluidsgewijs, montagegewijs, spelgewijs, mise-en-scène, alles komt eigenlijk een beetje aan bod. Ook bijvoorbeeld gewoon art direction, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Wat dan ook een directe relevantie heeft tot beeld. Ja, daar moeten we allemaal wel samen een beetje over kunnen praten. Als iedereen in zijn kamp blijft zitten, werkt het uiteraard niet. We zijn eigenlijk samen in één groot team aan het werken, met getalenteerde mensen, met goede ideeën. En we moeten ook wel kunnen luisteren naar de ideeën van andere mensen. Maar daar is soms plaats voor en soms niet. En het is die balans dat we soms een beetje moeten bewandelen. Ja.
Kunt u ons misschien eens door een voorbereiding op een film wandelen? Bijvoorbeeld, van, jij komt bij een project, gaat jij als DOP ook, bijvoorbeeld, gaat er net aan de samenwerking met bijvoorbeeld het art department en zo. Zijn dat dingen waar jij dan zelf ook vooraf al mee samen zit met die mensen? Absoluut, ja. Ik denk de film met de grootste hoeveelheid art direction dat we tot nu toe hebben gedaan was The Tears of Things van Kate Voet. Daar hadden we een ongelooflijk art direction team, een heel groot team. Ik denk dat er meer dan 12 mensen betrokken waren voor een kort film. En de moeilijkheid daar was dat we echt heel specifiek op zoek waren naar een huis dat bewoond is, ook op een bepaalde manier, volgens een bepaalde stijl ingericht, maar ook leeg kan zijn. En dat moet mooi zijn, zowel ingericht als leeg. En dat is niet makkelijk, want als je een huis leeg haalt, is dat vaak gewoon een paar witte muren. Dus dan moet je een beetje op zoek gaan naar elementen die je daarin kunnen helpen. Licht helpt daar ook enorm, om dat lege huis dan weer te verkopen als een plek van nostalgie, bijvoorbeeld. Wat daar het belangrijke was. En dan gaan we echt van tevoren op zoek naar stijlen, objecten, voorbeelden van deze stijlen vinden we interessant. En dan kunnen mensen van Art Direction daarmee aan de slag. Als zij die visie snappen van waar we allemaal naartoe werken, kunnen zij autonoom op zoek gaan naar de juiste middelen die we nodig hebben. En dan is het natuurlijk feedback geven, heen en weer. Ik kan feedback geven over de gordijnen, de kleuren van de gordijnen. Dat is voor mij altijd een heel belangrijke. Welke gordijnen hebben we? Van doorlatendheid, kleur, de lampenkappen die erop staan, hoe doorlatend zijn die, welke kleur hebben die? Het zijn allemaal heel grote beslissingen, vind ik. Omdat in de scène ga ik die allemaal gebruiken. Misschien is het een goed moment om daar even concreet op in te pikken. Want niet alleen kan je bij deze podcast dit seizoen ook luisteren naar wat Victoria allemaal te vertellen heeft, maar proberen we ook telkens een film waar we het over hebben aan te bieden, dat je die als luisteraar ook kan bekijken. Dus bij deze aflevering zal The Tears of Things beschikbaar zijn. Dus laten we ons misschien ineens een aantal stills erbij nemen. Want wat je net over spreekt, kunnen we dan concreet maken. Even tonen in beeld. Dan kan je misschien even uitleggen wat je hier gedaan hebt in die samenwerking tussen art direction, licht, camera en acteren. W miarę upływu godzin wykonywałem te wszystkie czynności. Twoje słowa są ze mną ciągle. Нашата история. Толкова жестоко и откровенно. Dus zou ik kunnen beginnen met het beschrijven van het eerste beeld en wat je daar precies hebt gedaan? In dit huis komen we heel vaak op bepaalde plaatsen terug. Dus ik denk in de woonkamer komen we een paar keer terug. En tijdens de film was het voor ons belangrijk dat daar ook in het huis een verandering voelbaar is. Bijvoorbeeld in dit shot hebben we expres meer op zoek gegaan naar een meer somber gevoel. Dus we hebben daar een koelere witbalans onder andere. Een bewolkte dag, zo voelt het een beetje aan. Dus dat gevoel moesten we een beetje hebben. En een persoon die een beetje verloren loopt in een soort huis. Heel die film speelt wel met een soort van, moet ik het zeggen, een stilheid, misschien moet ik het zo benoemen, een soort moeizaamheid. Heel vaste shots, heel weinig ademruimte in kader soms, of net heel veel. En met die elementen en decor proberen we dan een beetje aan de slag te gaan. Dus in dit shot inderdaad hebben we het gevulde huis, een interieur, dat voor ons belangrijk was, omdat als een koppel uit elkaar gaat op een bepaald moment, door bepaalde gebeurtenissen, een huis is een soort representatie van je relatie, van de dingen die je samen hebt opgebouwd. Dus de elementen die daar aanwezig zijn, vertellen iets over hen, maar ook over hen als koppel, denk ik. En het huis is daarom belangrijk. We hebben dan in diezelfde plek opnieuw gefilmd, bijvoorbeeld op het einde van de film, en dan is dat een leeg huis. Daar is het een heel andere stijl. Daar is het een meer zonnige lentedag of zomerdag. Het huis is leeggehaald, de gordijnen hangen er nog. En er komt zonlicht van buiten naar binnen. Leuk detail is dat dat shot dan ook net weer
bij nacht gedraaid is, omdat we om die dag nogal uit aan het lopen waren. Dus we hebben daar heel veel geluk gehad om toch een hele woonkamer nog als een soort daglichtscène te kunnen uitlichten. Ook dankzij een ongelooflijke steun van mijn gaffer, Dieter Roelens en Spots, om dat materiaal te hebben en die kennis om daar ook mee om te gaan op een efficiënte manier. Hey, oké, we zien echt het shot van de lege woonkamer. Heeft een air van een natuurlijk daglicht, ja. Maar het is gedraaid bij nacht. Ik vind dat dat heel goed overkomt eigenlijk. Ik denk dat dat echt aanvoelt als een soort shot dat documentairegewijs gedraaid is nog van een huis. Even met de camera terug, zoveel jaar later, zo gezegd, precies, of zoveel maanden later. Maar dat is een heel artificieel shot uiteindelijk. En dat vind ik dan wel heel leuk, een beetje ook met die elementen wat spelen. En dit is het gevulde shot is dan weer heel compleet gedrest. Elk element lang naar moeten zoeken, ook gekeken van waar zitten we alles. Daar zijn we denk ik een week van tevoren mee bezig geweest. Met alles in te richten van waar staan, zat de zetel. En we wisten ongeveer waar gaan al die elementen staan. Maar het uiteindelijk bij elkaar brengen en set dressen uiteindelijk is nog eens echt een groot karwei. En de reden waarom die art direction ook zo belangrijk is, buiten natuurlijk de klassiekers zoals gordijnen of lampkappen, is de interactie van, denk ik, ook personages in een ruimte met decor, maar ook licht in een decor. We zijn hier op zoek gegaan naar bepaalde kleuren. En als we daar dan licht op zetten, reflecteert dat dan weer op die ruimte, op die mensen. En dat geeft soms wel interessante kleurmengelingen in mensen, gezichten enzovoort. En we wilden met kleur sowieso een beetje iets experimenteel hier proberen. En wat dingen proberen, experimenteren. Voilà. Wat heb je dan gedaan met qua camera, qua lens en qua belichting, om ook dat spel tussen schaduw en licht, dat waar je bepaalde dingen accentueert of niet, is dat ook iets wat dan de regisseur in het geval Kattevoet vraagt, van ik wil dat zo, of is dat iets wat jij dan voorstelt en zij zegt van, oh ja, mooi of niet mooi? Dus we bij dit shot specifiek, herinner ik mij, als ik het goed heb, we hebben sowieso deze film op de Arri Amira gedraaid, denk ik, met Cook Classic lenzen. Ik weet niet meer exact welke lens dat hiervoor gebruikt werd. En we hadden, ik denk, een paar Fresnels buiten staan. Ik denk een drietal. En sowieso waren we van plan om het bewolkter te maken en koeler te maken. Dus daar hebben we eigenlijk al naartoe gewerkt. Maar dan zaten we achter de monitor en achter de camera en dan klopte het toch net niet. Het moest toch net iets extremer. Dus hebben we bijvoorbeeld uiteindelijk nog al die ramen in beeld nog grote diffusion voorgehangen. Om toch nog dat effect iets somberder te maken, nog meer. Dan kun je inderdaad wel niet meer buiten kijken, dat is het jammer een beetje. Maar de combinatie met dan de gordijnen die er hangen, waar we voor gepland hadden, met dan extra diffusion over die ramen, heeft dan ervoor gezorgd dat we wel uitkwamen bij dat heel somber gevoel van iemand die een beetje verdwaald is in dat interieur. Ik wilde bijna af te sluiten nog even ingaan op een nieuw project dat je op dit moment mee bezig bent. Ook opnieuw met Kattevoet, en dat is jullie zijn VR aan het maken. Kan je even uitleggen wat jullie precies aan het doen zijn? Ja, zeker. Dat project is eigenlijk begonnen, en dan gaan we terug naar het begin, met een project waarvoor ik niet het budget had of de middelen om het te maken op het Sint-Lucas. En dat is een beetje blijven zitten ergens bij mij, en dat is beginnen rijpen. En op een bepaald moment was er een oproep vanuit het VAV om met VR te beginnen voor mensen die uit de fictie komen. Wij zijn er dan opgesprongen, omdat we zoiets hadden van, dit project is een hele goede match voor VR. En wat ik het mooie vind aan virtual reality is, je zet die bril op en je weet niet waar je terecht gaat komen. En je weet niet wie dat je bent. En het is dat element dat wij mee beginnen eigenlijk. Want jij komt in de schoenen van een bejaarde vrouw die leeft met Alzheimer's. En je komt terecht in een appartement, gevuld met spulletjes, die allemaal een verhaal vertellen. En er zijn ook tape recordings die onze partner, Louis, heeft achtergelaten om ons eigenlijk te gidsen door het dagelijkse leven. Maar ook om soms terug te denken en terug te kijken naar het leven van vroeger. Maar ons project, en dat is ook wel belangrijk soms, denk ik, probeert ook wel een soort sociale impact te hebben. En Cassette for Timescapes, onze producent, is daar helemaal in thuis en die steunen ons daar heel erg in. Die willen dat ook heel graag met ons project.
Dus we doen ook nu onderzoek bijvoorbeeld, gesprekken met dokters, thuiszorg, woonzorgcentra, waar dat een plaats kan krijgen. Want uit persoonlijke ervaring, kijkend ook naar andere mensen, zie ik wel dat bijvoorbeeld, zeker als het bij dementie aankomt, dat heel moeilijk te vatten is om in mensen hun hoofd te kruipen hoe dat die de wereld ervaren. En daardoor zijn we soms ongeduldig met die mensen die met die conditie leven. En er is ook een enorm stigma. Dat wordt ook heel erg gezien als iets dat heel triest is en heel angstaanjagend. Maar dat hoeft niet per se zo te zijn. Dat zijn ook nog echt mensen, eenmaal dat je met die conditie leeft, die heel veel geluk kunnen hebben en blijdschap. Dus ik hoop ook dat dat het gesprek een beetje opentrekt. Wat is de afzetmacht of de afzetmogelijkheden van zo'n VR-project? Hoe moet ik dat zien? Want ik ben daar totaal niet in thuis. Is dat iets dat mensen downloaden? Is dat iets dat naar festivals te zien is? Of? Er zijn ondertussen veel festivals mee bezig. Dat begint meer en meer voor te komen. Op Gent zag ik onder andere dat er ook projecten nu waren, twee. Venetië is al jarenlang het grootste festival waar dat een plaats krijgt. Maar ook andere festivals beginnen wel te volgen. Dat is natuurlijk niet een afzetmarkt, dat is meer een soort marketingcampagne. De verkoop van VR-headsets begint ook wel beter en beter steeds te gaan. Dus ik denk nog altijd wel dat we daar een groei zien. En als ik nu vooruitkijk, ben ik extreem optimistisch over waar die industrie nog naartoe gaat gaan. Ik denk dat dan een industrie die nog maar net, laten we zeggen, zijn Méliès-fase een beetje voorbij is. Zo met de trucjes van, oh, daar komt een trein op u af. Maar er beginnen nu echt dingen gemaakt te worden van niveau, ook met acteurs. Tilda Swinton of andere echt grote namen die eraan mee beginnen doen. Om verhalen te vertellen en dingen te maken die anders niet verteld kunnen worden op een andere manier. En dat is belangrijk, denk ik, ja. Oké, super. Ja, ik ben heel benieuwd naar naar de toekomst van dat project. En weet je dat inderdaad een van de komende jaren zo ergens bekijken. Ik denk dat we hier op het einde zijn gekomen van dit gesprek. Ik zou alvast Mats willen bedanken voor de co-presentatie van deze aflevering. En uiteraard ook jij, Victor, bedankt om hier zoveel te delen en te vertellen over jouw passie voor het bewegende beeld. Mijn naam is Ben, dit is een podcast van Breedbeeld. Je kan ons beluisteren op je favoriete podcastplatform. En graag sluit ik af met een heel korte quote van Christian Berger, dat is de Oostenrijkse DOP die veel films van Michael Haneke heeft gedraaid. En die zei, your camera is not only your eye, it is also your heart. Tot de volgende.